En een gewaarschuwd mens stelt voor 2. Het zijn 9 goals in 2 wedstrijden. Dus Excelsior weet wat te wachten staat. En PSV, onder leiding van Van Nistelrooy, is on fire. En hier een grote kans, zei Bari. Die moet er eigenlijk wel in. En Excelsior loopt eigenlijk al de hele eerste helft achter de feiten aan. De ploeg die te maken heeft gehad met een COVID-besmetting. Het was allemaal kommer en kwel. Wedstrijd tegen ADO bijvoorbeeld ging niet door. En hier een goede redding. Stijn van Gassel op de inzet van de held van nu eigenlijk in Jong PSV. Dat is Bakayoko. Die er 4 scoorde tegen VVV en er al 5 in dit kalenderjaar in heeft liggen. Excelsior speelde 0-0 tegen de Graafschap. Gezien de omstandigheden was de coach daar wel tevreden over. Dijkhuizen, hier gaat weer een poging van PSV. Uiteindelijk voorlangs de goal bij Van Gassel. Dijkhuizen tevreden. Dat zal hij nu niet zijn. We zijn inmiddels in de tweede helft. Hier is Bakayoko. Ja, is ongrijpbaar in deze periode. Gaat er dan gescoord worden? Ja, eindelijk zou je zeggen. Verder Leijsen is de doelpuntenmaker. Hij is de linksback. Het is wel al zijn 3e van het seizoen. En hij breekt eigenlijk de ban. Excelsior heeft niets te vertellen. En PSV doet alles goed behalve scoren. Nou ja, verder Leijsen geeft nu aan hoe dat dus moet. Als je het hebt over scoren en Excelsior heb je het natuurlijk snel over Dallinga. Maar die stond tegen de Graafschap ook droog. Dat was hem 8 wedstrijden al niet gebeurd. Hier is een schot op goal. Eindelijk zou je zeggen, dat heeft even geduurd. Het schot is van Goudmijn. Had daar misschien wel iets meer mee moeten doen. Excelsior heeft niks te vertellen tegen de nummer 10. Maar dat is Jong PSV. Dat het natuurlijk wel heel goed doet in deze fase van de competitie. Bakayoko. Ja, doet zelf ook even een duit in het zakje. Goeiedag zeg, dit is nummer 12 van het seizoen. Hij leert nog heel veel. Is blij dat hij met Ruud van Nistelrooy mag werken. En Van Nistelrooy is blij met hem. Kijk maar. Onbereikbaar voor Van Gassel. En dat betekent een hele dure nederlaag voor de ploeg die met Volendam strijdt om het kampioenschap. Want je ziet Excelsior dit allemaal niet goed maken. Sterker nog, deze Bakayoko krijgt het steeds meer naar zijn zin. Weer een balletje terugleggen en weer een assist dus voor hem. Nasso is nu de maker van de goal. Ja, Jong PSV heeft weer wat te vieren. Dat afgrijzelijke muziekje klinkt weer. Daar op die lege hertgang. En Excelsior, ja, dat moet de wonden gaan likken. Het verlies met 3-0.